ja, heel bijzonder om hier nu zitten te studeren. Terwijl hier natuurlijk normaal feestjes zijn en we normaal uitgaan. Het contrast kan bijna niet groter. De grote zaal van poptempel De Nobel is nu een stiltegebied waar studenten zich voorbereiden op de tentamenweek. We hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag hadden we hier nog een volle bak met een concert van Roxanne Hazes. En nog geen 48 uur later is het mij stil en zitten er mensen keihard te studeren. Is het beter dan in je studentenkamer of in UB? Ja, ik denk van wel, want het is een andere leeromgeving. Het is makkelijker om je dan te concentreren. En in je kamer, ja, na een tijdje, dan voel je een beetje claustrofobisch. Dus het is wel fijner. Zou ik wel naar de bibliotheek kunnen gaan, maar die zit vaak vol, moeilijk reserveren. En toen kwam dit voorbij. Toen heb ik me hiervoor ingeschreven en het is eigenlijk geen fijne plek om te studeren. Het initiatief van de Red Bull Study Club is een uitkomst voor het tekort aan studieplekken voor studenten. Maar het is ook een steuntje in de rug voor de concertzaal. Ik denk dat iedereen begrijpt dat het voor concertzalen en podia natuurlijk een bizarre tijd is geweest, waarin we heel weinig konden. Dus we zijn blij dat we nu los van de studyclub natuurlijk weer concerten mogen organiseren. Maar daarnaast kan ik niet ontkennen dat het natuurlijk mooi is om ook van maandag tot en met donderdag en dan met zo'n partner dit te doen. Ja, nee zeker. De studenten kunnen hier nog de hele week terecht. En als afsluiting staat er komend weekend een groot eindfeest gepland.